En toen stond er dus dat het niet meer kon. Dat kan nu niet. En dat vind ik gewoon echt heel kut. Hou op, hij hangt aan me. Ik mag zo'n nieuws lezen. We hebben ons eigen tentje opgezet in de tuin. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en zoals jullie misschien bij mijn vorige vlog hebben gezien, ben ik nog steeds op familieweekend. Maar ik dacht, ik begin dan hier mijn vlog eigenlijk weer. En ja, we gaan naar het strand. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben met Stefan. En we gaan zo naar... Dat is trouwens altijd, hè, dat? Ja. Jij bent echt niet origineel. Net zoals bij jou, en jij stukt altijd je hand in de lucht. Goedemorgen! Dat doe ik altijd. Ik ga even mijn vlog editen, want wij gaan zo meteen naar de sauna. Godverdamme. Ja, dat was het. Oké. Oh, ik dacht dat iets in mijn mond zat, maar er was iets op mijn scherm. Ik heb dus een paar dagen geleden... wel een weekje denk ik, gedeeld dat ik misschien wel wilde gaan studeren. En ik was dus ook op familieweekend afgelopen weekend. En ik had ook met mijn zus en mijn schoonzuster over en met familie. En iedereen was zo van, ja, moet je echt doen. Ik denk dat het echt goed voor je is en fijn. En dan heb je weer wat leuks, zeg maar. Ik zit natuurlijk niet meer op school. En op school hoor je natuurlijk altijd, jongens, schrijf je in voor je studie, niet te laat zijn, niet te laat zijn, niet te laat zijn. En er is dus een deadline om je in te schrijven van 1 mei. Maar echt in de tijd van rond 1 mei bedacht ik en mijn ouders en mijn vriend dat het misschien een idee was om te gaan studeren. En ik moet dan met zoveel mensen overleggen en het is nog steeds niet zeker of het een goed plan is. Ook in verband met mijn carrière. Maar... Maar inschrijven was alsnog wel handig om te doen. Dus ik ging even kijken naar de site. Want kijk, je kan je ook inschrijven. Dat was in ieder geval wat ik had bedacht. Ik ga me in ieder geval inschrijven. Dan ga ik kijken van, is het wel handig? Ga ik het met iedereen overleggen? Er zit echt een haar in mijn ogen volgens mij. Maar ga ik het met iedereen overleggen? En dan kan ik me altijd nog uitschrijven. Dan ben ik in ieder geval ingeschreven. Dus dat wilde ik vandaag gaan doen, of in ieder geval, ik wilde net even gaan kijken naar die studie, hoe ik moest inschrijven en zo. En toen stond er dus dat het niet meer kon. Dus ik had ook gebeld, ik zeg, hey, ik kom uit een tussenjaar, ik wil heel graag nog die studie doen. Kan dat nog op een bepaalde manier? Nee, dat kan niet, want je hebt je te laat, ja, het is gewoon te laat. Dus net van, toen ik van die telefoon kwam, ja, ik zat echt zo van... Echt, het is echt even een domper, want ik had, ja, het was nog niet eens zeker, maar ik had er gewoon heel veel zin in. En als het om andere redenen niet kon, als in door mijn carrière of zo, dan vond ik dat prima. Alleen, het kan nu gewoon überhaupt niet. Dus ja, ik had me er echt heel erg al een soort van op ingesteld van, ga je studeren en dat kan nu niet. En dat vind ik gewoon echt heel kut. Ik ben nu mijn vlog aan het uploaden op... YouTube, het gaat volgens mij wel redelijk snel. En vrijdag doe ik de winnaars van een giveaway bekendmaken van de DVD van de Greatest Showman. En vrijdag ga ik ook een video opnemen met Shalisa van Junior Zoom Festival, dus dat is leuk. En ik ga zo naar de kapper om mijn final touch te laten doen. Ik ben een beetje schor. Oh ja, trouwens, zwaluwen gisteren was zo fijn. Het was echt zo chill. Wij gingen op badpakdag, op badkledingdag, dus ja, super chill. Ik hoop dat het niet koud is. Ik ga wat water drinken en dan ga ik naar de bus naar Almere. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik moet even mijn haar wat beter, want het zit een beetje raar. Wij gaan zo eventjes een beetje wandelen en even naar een kinderboerderij. En ik neem even mijn camera niet mee, want ja... Niet heel erg veel zin in. Ik denk dat ik in het weekend wel wat meer ga vloggen. Back from the kinderboerderij. Oh, auw, niet doen. Auw.
Hou op. Hou op. Hij hangt aan me. Auw. Zo voel ik mij elke dag met jou als een blok aan mijn been. Ophouden nou. Haar lijkt zwart vandaag. Oh ja, ik was naar de kapper geweest gisteren. En... Heb je gefilmd? Nee. Heb je niet gefilmd? Nee. Hoezo niet? Jo, dat zijn juist dingen die je leuk zou te zien. Ja, maar ik was een beetje verdrietig. Dus, oh ja jongens, heb ik je niet verteld. Ik wilde me dus gisteren aanmelden, of dat heb ik al wel verteld. Dat wel van mijn studie. Ik heb niet verteld dat Tessel niet doorgaat. Because de directeur die wil mensen voor 2 maanden en wij hebben er maar 1 maand. Ik ga hem nu even klaarmaken, want ik ga zo naar mijn oude school toe. Naar Harder Week. En dan ga ik even met de decaan praten om te kijken of ik alsnog me kan aanmelden voor de studie. Ik ben even goedemorgen, mijn camera aan het instellen, want Shalisa komt dus zo. En dan gaan wij een soort van examen challenge doen. We hebben vorig jaar allebei HAVO-examen gedaan en we gaan het wiskunde-examen van dit jaar proberen te maken. Ik kon hem alleen maar 1 keer uitprinten, want de print was leeg. Tenminste, ik had geen papier meer. Hier is een schrift, daar moet ik even een paar papiertjes uithalen. Top ook dat je mijn gezicht ziet. Ik ga nu even de camera instellen, want dit wordt een beetje de setting. Oké. Ik ga echt dood. Heb je een rekenmachine of examenstand? Oh, wat heb je nou opgeklikt? Je hebt gewoon naar mijn... Ik kom echt zo'n nieuwslezer. Maar ik weet het niet of het een scherp zijn. Ik denk het wel, want die dingetjes zitten wel. Ik denk het ook wel. Ik heb zo'n hele vierkant omhoog. Ja, precies. Top. Hey. Oké. Stel jezelf voor? Of... Ja, dat is goed. Oké. Oké, ready? Zo, net video gaan met Shalisa. Was super gezellig. Komt deze week online. Ik ben echt super moe. Ik ga mijn nagels met Janna zelf te proberen af te halen vanmiddag. Mijn moeder had even de spullen ervoor, aceton en watjes en zo. En ik ga zo wat eten, want ik heb mega honger. En daarna ga ik skypen met Taylor en Kyron. Maar ik ga eerst heel even chillen, want... Ik ben echt vanaf 8 uur, ik ging echt heel snel naar bed en toen heb ik alles snel gedaan. Alles even klaargezet, opgeruimd, me klaargemaakt, zorg dat we video konden doen. Toen hebben we heel erg lang gekletst. Nu is heel eventjes me time en daarna ga ik skypen. Dus, doei. Good morning, ik heb dit aan, want Stef en ik gaan eigenlijk gewoon nu naar het strand. Ja. Ik vind mijn camera meenemen eigenlijk een beetje eng. Het is echt super lekker weer trouwens. Oh, misschien kan ik nog een beetje fruit meenemen, dat is wel lekker. Ik ga even inpakken en dan gaan we eigenlijk. We zijn al een tijdje terug van het strand en we hebben ons eigen tentje opgezet in de tuin. Dus daar gaan we nu in slapen. Echt baby's zijn wij, maar het is echt vet gezellig. Vet cute. Good morning. We hebben vannacht in de tent dus geslapen. Oh. Ja, we hebben vannacht dus in de tent geslapen. En eigenlijk zijn mijn weekvlogs nu heel kort. Want ja, ik ga nu weer gewoon naar het strand. Het is gewoon super warm. Ik heb dit aan. Ik heb wel weer een nieuwe video die deze week online komt met Shalisa. En ik had dus nog natuurlijk een vakantievlog laatst. Dus een keertje een kortere vlog. Maar geen kwaad denk ik. Vanavond ga ik barbecue, dus dat kan ik misschien wel filmen. En nu moet ik even naar het toilet en dan gaan we weer naar het strand. Dus, lekker. Goedemorgen, ik heb gisteren de vlog niet echt afgesloten. Het is waarschijnlijk echt een best wel korte vlog. Ik ga proberen de volgende vlog weer beter te maken. Maar het is best wel moeilijk als het zo lekker weer is en je doet zoveel leuke dingen met vrienden en zo, om dan elke keer mee te nemen. Want ik wil ook niet elke keer bij vrienden mijn camera erbij pakken, zeg maar. Ja. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het toch wel even leuk vonden. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te duimpje omhoog te doen. En tot de volgende keer. Doei.